Ik voelde een zucht eigenlijk. Ik dacht eerst dat mijn airconditioning aansprong. Het is tenslotte in Bagdad. Gevolgd door na midden dan een halve seconde later door zo'n enorme ontploffing. Waardoor ik nog even zag dat alles in het rond vloog. En toen werd het helemaal donker. Toen werd het zwart. Toen werd het zwart. Ja, zwart van het stof, van het puin. Ik werd uit bed geslingerd. Ik kon het voelen. Ik landde. En ik wist dat er een aanslag was. Het duurt even en dan breekt er paniek uit bij een collega van William. Ik had een vrouwelijke collega en die hoorde ik gillen. En ik heb haar geroepen en ik kwam haar tegen op wat over was van de gang op weg naar de bunker. En ik zei, Noor, je moet nu neerliggen. Ze stond rechtop. Zij was behoorlijk in paniek. Ik heb haar gegrepen, ik heb haar platgelegd en is ze zelf naar de bunker gekropen. En toen ben ik mijn tweede collega gaan roepen, Dimitri. Die sliep het dichtst bij waar de ontploffing had plaatsgevonden. Dus daar maakte ik me ernstig zorgen over. Maar ook hij heeft het overleefd. William blijft cool, ondanks de chaos en volgt de procedures. Als dat allemaal gebeurd is, is er alleen maar tijd voor. Euforie. Ik zit eigenlijk nog steeds een beetje in die stemming. Mijn collega's ook. Je wordt er blij van? Je leert wel. Je beseft wel dat je leeft, ja. En dat je genieten moet van het leven, ja. Ja. William zou eigenlijk met kerst in Bagdad zitten. Maar door alle commotie wilde hij per se thuis zijn. Het is dingen van, nou ja, wat er ook gebeurt, interesseert me niet. Maar ik wil nou mijn kleine in mijn hand houden. Mijn vrouw een zoen geven en mijn kleine in mijn handen houden. Hmm. En zo snel mogelijk. Ja. Je gaat dit jaar extra genieten van kerst. Ja, ik geniet altijd, maar zeer zeker nu dit jaar wel extra, ja. Hmm. Ja.